doet eigenlijk een beetje zeer om dat mensen zomaar aan je spullen zitten en het in de brand steken zonder dat daar enige aanleiding toe is. Nou, het feit is in ieder geval dat hier op deze locatie geen stroomvoorziening is. Dus daarmee is kortsluiting sowieso al uitgesloten. En er is uit het schuurtje, die is opengebroken, is een jerrycan waarschijnlijk met benzine voor de grasmaaier ontvreemd. En daarmee waarschijnlijk aangestoken. Dat is meer eigenlijk uit principe kwestie, omdat wij toch wel graag willen weten waarom iemand iets zoiets doet. En ik hoop dat de politie inderdaad alsnog een onderzoek gaat instellen en dat uiteindelijk de gouden tip binnenkomt met een naam en dat de politie daar verder onderzoek naar kan doen.